Glazenier en glaskunstenaar Peter Heijman realiseerde in de afgelopen periode een bijzonder project in samenwerking met de Franse school in Den Haag. Kinderen van de school maakten tekeningen die Peter gebruikte voor een glas in loodwerk, dat weer wordt verwerkt in de ramen van het schoolgebouw. In een bijzondere samenwerking kwam een uniek project tot stand. Docent Lena, die geeft schilderen en kunstgeschiedenis, die belde me op voor een project om iets met die kinderen te doen. En tussen de leeftijd van de 12 en 18 jaar. Ik ben docent op de Franse school en wij hebben voor kunst en kunstgeschiedenis voor de 12-13-jarigen de middeleeuwse. Wij zijn op bezoek geweest naar de kathedraal van Den Bosch en de kinderen moeten dus een beroep uitkiezen waar die in zich gaan verdiepen die iets te maken hebben met de middeleeuwse. Glazen lood was gebruikt in de kathedraal. En wij dachten met mijn collega's, goh, wij hebben veel glas in onze school. Het zal misschien heel fijn zijn als wij zelf met deze groepen kinderen een glazen loodproject zouden kunnen starten. Ik heb gezegd, ik vind het zo leuk om te doen, om met de kinderen te werken. Mijn uren reken ik niet. Maar wat fysiek hier in het atelier gemaakt moet worden, moet betaald worden. Nou, dat is verder geen probleem. En toen ben ik daar naartoe gegaan en toen heb ik die kinderen uitgelegd wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in het maken van een glazen loodraam of glasappliqué of brandschilderen of whatever. En dat heb ik ze duidelijk aan de hand van voorbeelden en de presentatie heb ik ze uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. En toen zijn ze gaan schetsen en gaan tekenen. Wij hebben de kunstenaar Peter Heijman gevonden die heel blij was met ons project en wij met hem. Dat hij met ons wou werken en wij gaan deze tekeningen uitvoeren in glas en lood of in andere technieken van glas. De kinderen komen in het atelier van Peter Heijman kijken. Zelf gaan die ook nog beslissen over de kleuren die worden gebruikt in de uitgevoerde projecten. In enkele lessen legde Peter om te beginnen de kinderen uit wat er met glas in lood allemaal mogelijk is. En met die achtergrondinformatie gingen de kinderen aan de slag om tekeningen te maken waaruit de beste zou worden gekozen. Om straks in glas en lood te worden gerealiseerd. Die kinderen hebben er 120 gemaakt, ongeveer. En toen hebben ze het allemaal opgehangen in school. En toen, zonder namen eronder, anders zou je voorkeuren kunnen, dus objectief mogelijk. En er zijn er 30 uitgeselecteerd uit die 120. Wij hebben de kinderen helemaal vrij gelaten in de keus van hun sujet. Er waren iets van 120 tekeningen, het was ongelooflijk. En er zaten echt hele bijzondere tussen. Ik heb de drie laatste, die worden dan uitgevoerd. Die zijn hier als tekening aangekomen in het atelier. En daarna heeft Peter Heijman met zijn ploeg eventjes dat vertaald in de allereerste uitvoering van hoe zal dan die tekeningen die zo uitzag dan in glazen lood kunnen uitgevoerd worden. Met transparant papier over de originele tekeningen heb ik de loodlijn aangegeven, hoe ik denk dat op welke techniek het uitgevoerd moet worden. Dat is soms met alleen gekleurd glas en loodlijnen en soms met, in combinatie met brandschilderwerk en soms ook met appliqué, dus dat is een verlijmingstechniek. Dat is dus de basistekening, dat is dus een vos en die wordt dan met een techniek die heet appliqué. Daar worden dus kleine stukjes glas opgeplakt en ingesmolten op de randen zodat het gewoon niet gaat blesseren. Dan hebben de kinderen drie technieken dan kunnen zien. Het schilderen op, het glazen lood op de klassiek, zoals wat je ziet in juist ons project van middeleeuws, en deze appliqué techniek. Dus die leren een hoop van. Bij het maken van de tekeningen hebben de leerlingen geprobeerd rekening te houden met de mogelijkheden van glas in lood die Peter ze in de eerste les heeft verteld. Bij de ene is dat beter gelukt dan bij de andere. De laatste, de vos, die is echt gedacht in stukjes glas. Heel knap
van degene die dat gemaakt. Ik heb haar nog niet ontmoet. Ik ga dat zeker ontmoeten. En die worden in afzonderlijk gekleurde stukjes glas worden die verlijmd. En dat vormt dan samen die vos. Als uiteindelijk de juiste tekeningen zijn gekozen, begint voor Peter de klus om een glas in loodwerk te realiseren, gebaseerd op die tekeningen. Ja, dan moet je goed kijken dat je ook respect hebt voor die tekening, wie het dan ook gemaakt heeft, om hem dan aan te passen om te kunnen produceren in glas en lood of in wat voor techniek dan ook. En dat valt soms niet mee, maar soms heb je ook keuzemogelijkheden dat we soms een gemengde techniek doen. Dus deels in lood vatten en deels ook verlijmen. Voor die drie tekeningen wordt er gebrandschilderd. En in delen, zo'n paneel die is ongeveer 1 meter 7,5 doorsneed. Dat zijn behoorlijk grote panelen. En er worden allemaal fragmenten genomen en die worden dan later, nadat ze geschilderd zijn. En soms moet een stuk, dat dicht aan de kleuren die gebruikt worden of die we toe moeten passen, moet zo'n stukje glas soms 3-4 keer de oven in. En dan, na dat proces, gaan we het in het lood zetten. Tijdens de eerste les had Peter de kinderen al veel verteld over glas in lood. En ook toegelicht hoe een glas in loodraam in de werkplaats uiteindelijk wordt gerealiseerd. En ik heb ook uitgelegd dat ik ze uitnodig voor een bezoek, maar het zijn er 62. En dat gaan we in 2 sessies doen en dan laat ik ze zien wat de vervolgstappen zijn. Nu gaan we ze eerst op schaal maken, dus dan krijg je ook veel meer idee van de proporties. Dan wordt er een selectie gemaakt welke soorten glas we gaan gebruiken en welke kleuren. En, als dat bepaald is, dan heb je eigenlijk een mozaïek van gekleurd glas. En dan ga je per stuk die stukjes beschilderen en inbranden in de oven. En dan de laatste fase is het in het lood zetten en een messing omkadering maken om het een stevig geheel te geven. En dan ophangen en dan monteren. Ja. In de school. Uiteindelijk komen de tekeningen te hangen als versiering in een van de ramen van de school. De Franse school is een vrij recent gebouw, modern, nieuw gebouw. Ik denk 10 jaar oud, misschien zit ik ernaast, maar rond die periode. En er zitten in het traphuis zitten grote ronde ramen met isolatieglas. En daar gaan ze passend in. En dat is de bedoeling over 3 verdiepingen, dus elke verdieping 1 rond raam. Dat is het idee. Wij zijn dolblij. En wij dachten, wij krijgen dit project nooit door. Wij zijn blij met de hoofd van onze school, met de collega en ploeg. En ik ben super trots op mijn kids. Omdat die hebben met heel veel energie en die zijn zeer consequent en heel blij om dit project te volgen. En ik ben ook heel blij met hun eerste werk. Al met al wordt een uniek project gerealiseerd. Een geweldige manier om kinderen bewust te maken van ambachten en kunst. Het zijn gewoon altijd hele fijne ervaringen voor de kinderen om achter te komen wat voor beroepen, wat voor mensen en wat voor technieken zijn in bepaalde dingen. En het hoort helemaal bij hun opleiding. Ja, ik vind het denk ik voor... Om kunstgeschiedenis of tekenles te krijgen met dat werkelijk je eigen ontwerpje of ontwerp wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Dat lijkt me voor die kinderen wel heel leuk om mee te maken. Denk ik. Dat is natuurlijk de mooiste manier van doseren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Glasatelier Oud-Rijswijk.